Twee populaire werkgevers zijn bij ons te gast. Softwarebedrijf Avas en Visie Hypotheken. Die twee bedrijven die mogen zich de beste werkgevers van Europa noemen. Ze vielen in de prijzen. Ze werden namelijk gekozen tot Best Workplaces. Een prestigieuze Europese prijs. Avas Software won in de categorie middelgrote bedrijven en Visie Hypotheken in de categorie kleine bedrijven. En dat is echt bijzonder. Dat Nederlandse succes dat kwam sinds 2010 niet meer voor. Nou, een eer om bij mij in de studio te hebben. Britt Breuren van Avas en Mark-Peter Pijper van Visie Hypotheken. Beide welkom. Dankjewel. Dank je. Britt, ik wil met jou beginnen. Jullie waren als Avas niet eerder in deze Europese lijst te vinden. Nee. Speciale klopt. Prijs dus. En dan ineens sta je daar op nummer 1 in de categorie middelgrote bedrijven. Ik hoef niet meer te vragen of jullie blij waren, maar was het ook verwacht? Nee, wij deden eigenlijk sinds vorig jaar voor het eerst mee met de prijs voor Nederland. Toen werden we tweede, dit jaar voor het eerst eerste. En we wisten eigenlijk niet eens dat we dan ook gelijk meededen in Europa. En die wonnen we ook. Dus heel blij, zeker. Ja, champagne ontkeurd daar op het kantoor bij Avas. Wat zei het juryrapport precies? Nou, het is Great Place to Work for All. Hè? Dus het is heel erg ook ingestoken op het feit of iedereen het een goede werkplek vindt. Jong, oud, elke functie. Maar vooral vertrouwen. Vertrouwen was heel hoog. Medewerkers scoorden ons als bedrijf daar heel hoog op. Maar vooral ook creatief, innovatief. Heel veel leuke dingen georganiseerd, ook in coronatijd. Dus dat kwam er uit naar voren. Ja, hoe graag wilden jullie deze positie pakken? Het is natuurlijk leuk, hè? Een prijs is voor de eer. Maar was het ook iets wat je per se wilde voor het personeel? Nee, wij wilden vooral in Nederland graag winnen. En Europa, wij zijn echt gefocust op Nederland. Dus Europa was een heel mooi cadeautje, maar het was niet het belangrijkste. Nee? Nee. Je zou kunnen zeggen, je wil Europa veroveren. Ja, maar wij zijn zo gefocust op Nederland. Nederlands familiebedrijf, Nederlandse collega's. Dus het was echt een cadeau. Alleen, ja, we hadden niet echt per se gelijk de focus op, we moeten Europa binnenhalen. Dan is het eigenlijk een domper dat je tweede bent geworden in Nederland. Nee, in Nederland dit jaar ook eerste. Ook eerste, ja, sorry. Ja, ho. Je was eerst tweede in Nederland, toen werd je eerste. Precies. Dan was het die ene keer dat je tweede werd, was die een teleurstelling, moet ik zeggen. Ja. Nou, je glimt wel helemaal van oor tot oor. Mark-Peter, jullie stonden in 2019 nog op een 13e plek. Toen zijn jullie per jaar opgeklommen. Nu dus ook naar de nummer 1 positie, dan in de categorie kleine bedrijven. Hard gewerkt om daar te komen. Ja, zeker iedere dag werken we aan een werkplek die voor iedereen super is. Kleine correctie, want volgend jaar gaan wij meedoen met de middelgrote bedrijven. Dus dan kunnen we misschien samen op het podium komen. Ja, dat doen we dag in dag uit natuurlijk, werken aan zo'n werkplek. En voor ons is die prijs kers op de taart. Maar stiekem weten we natuurlijk altijd wel de beste werkplek hebben. Ja, en voor de mensen die er niet werken, waarom hebben jullie dan de beste werkplek? Kan je ook misschien het juryrapport even erbij halen? Nou ja, dat juryrapport, daar komt eigenlijk de laatste jaren en voor ons altijd al als 100% scoren op kameraadschap. Dat vinden we erg belangrijk. Wij zeggen altijd, onze eigen mensen komen op de eerste plek. Daarna pas onze klanten. En dat voeren wij in alles door. Dus als je in al je programma's en structuren in de organisatie dat op nummer 1 zet, hè, je eigen mensen, dan krijg je die kameraadschap vanzelf. En daar zijn we best trots op. Ja, dat klinkt heel simpel, het nummer op 1 zetten van kameraadschap. Hoe doe je dat in de praktijk? Nou ja, in het voorgesprek hadden we het al even over. Hè? Wij zijn hypotheekadviseur. Het is ontzettend moeilijk om een woning te vinden tegenwoordig. Als je dan als klant een woning hebt gevonden, eindelijk, in die strijd, dan wil je ook mensen tegenover je hebben, financieel adviseur tegenover je hebben, die lekker in zijn vel zit. Hè? Die zelf dingen kan besluiten. Die met zijn collega's kort een lijntje heeft. En dat doe je door het aanbieden van autonomie. Hè? Dat mensen zelf kunnen nadenken over hoe ze klanten het beste kunnen helpen. Dus dat merk je heel erg in al onze dingen die we doen. Ja. Wat brengt het je dan, zo'n prijs? Nou, wat ik net al zei, kers op de taart voor ons. En voor ons is Europa voor ver in de toekomst. We gaan ooit wel eens een keer internationaliseren, willen we. Ja. Maar het is voor ons ook echt een platform om een beetje onze boodschap van solidariteit, kameraadschap binnen een organisatie, om dat een podium te geven. En we hopen dat meer bedrijven daardoor geïnspireerd worden. Kijken jullie daar bij Avas ook zo naar, Britt? Zeker. Onze slogan is inspireer beter ondernemen. Ze willen heel graag een voorbeeld zijn voor hoe het ook kan.
zien toch veel bedrijven waar het heel bureaucratisch is, waar veel regels zijn, waar weinig gekke dingen gedaan worden. En wij vinden dat ondernemen wel wat leuker en wat anders kan. En dat proberen we ook zeker te vertalen naar Nederland. Dus hoe kun je dat op een andere manier doen? We hebben net ons nieuwe clubhuis geopend. Ons nieuwe pand, heel erg ingericht op werken in de toekomst. Heel veel qua sport, qua op een andere manier vergaderen, mensen bij elkaar brengen. Niet meer de traditionele werkplek. Ja, ik zag er een reportage voorbij komen. En volgens mij was het bij RTLZ. Inderdaad, het was heel erg ingericht op sporten. Ja. Toen werd ook de vraag gesteld, maar kom je dan nog wel aan werken toe? Het zag er heel erg fijn uit. Ja, maar het leuke is wel, als je heel veel vertrouwen geeft. Bij ons wordt er heel hard gewerkt. Maar er is ook heel veel vertrouwen om je werk zo in te delen zoals voor jou goed is. En het leuke wat we nu zien is dat consultants bijvoorbeeld met klanten gaan sporten voordat hun consultiedag begint. Dus die nodigen de klant uit bij AFAS. Nou, nu is dat even weer onhold, hè, want we werken weer thuis. Maar binnenkort kan het weer. Precies, maar je ziet dat die faciliteiten ook wel weer aan bijdragen. Dat je op een andere manier naar werk gaat kijken. Dat je op een andere manier verbinding zoekt, ook met die klant. En er wordt nu getrefbald tussen de middag. Nou ja, hoe leuk wil je het hebben? Trefballen met de klanten. Ik probeer even een voorstelling te maken van hoe dat eruit gaat zien. Als je boos bent, dan is het ook wel eens lekker, toch? Ik zie Mark-Peter kijken van, wil ik dat ook met de klant? Nou ja, is dat iets wat jullie ook zouden doen? Iedere adviseur is zelf vrij om dingen te bedenken om met klanten te doen. Over het algemeen komen ze inderdaad in de waan van de woningmarkt met een hulpvraag. Dus het zal snel over die hulp gaan en zo snel mogelijk geholpen worden. Maar als je het dan hebt over werken op kantoor of niet. Hè, dit is natuurlijk een enorme discussie nu over wat meer traditionele bedrijven die mensen weer verplichten om weer op kantoor te laten komen. Hè, als het dan weer volgens de maatregelen mag. Wij zeggen nee, iedereen moet dat gewoon zelf uitzoeken. We hebben iedereen gevraagd van hoe zie je je week voor je hè, na corona? Kom je dan weer op kantoor of niet? En dan zie je dat er een mix is. Van ja, we willen elkaar toch wel weer zien. Maar heel veel mensen gaven ook aan dat ze de reistijd bijvoorbeeld echt een issue vonden. Dus hebben we gekeken naar, een beetje geïnspireerd door de 15-minute economy. Hè, dus alles wat je nodig hebt binnen 15 minuten te bereiken. Hebben we gezegd van oké, stel nou dat iedereen bij ons op de fiets of lopend naar kantoor zou kunnen. Hè, hebben we dan genoeg kantoren voor iedereen? Dus hebben we iedereen op een Google Map gezet, op zo'n heatmap. En dan zagen we dat we nog op twee plekken een kantoor moesten openen. En nu kan iedereen inderdaad lopend of op de fiets naar kantoor. Dus toch nog collega's zien. Zonder dat ze uren in de trein of iets anders moeten. Ja, we hadden het net over een groot vraagstuk over de huizenmarkt. Nou ja, als ik bij iemand erover moet aankloppen, dan is het bij jou, Mark-Peter. Er is nog een ander groot ding. Dat is die krapte op de arbeidsmarkt. Daar hadden we het gisteren in de uitzending over. Gisteren ook weer alarmerende cijfers van het CBS. Er zijn heel veel banen, maar heel weinig mensen. Is lastig om aan goede mensen te komen. En ook al heb je bijvoorbeeld een sportzaal en kan je trefballen met collega's en klanten. Maar helpt het dan bijvoorbeeld, Britt, dat jullie zo geliefd zijn? Kan je op die manier bijvoorbeeld dan toch nog aan die mensen komen? Ja, we hebben dit jaar 1300 sollicitanten. Dat wil niet zeggen dat alle 1300 sollicitanten zijn die we aan zouden nemen. Maar het betekent wel dat we als werkgever in ieder geval op de lijst staan van mensen die graag bij ons willen werken. Want hoeveel mensen werken er voor mijn beeldvorming bij jullie? Wij zijn nu met bijna 600 mensen. En dan 1300 sollicitanten? We hadden dit jaar 1300 sollicitanten. Ja. Dus dat heeft daar. Heeft daar misschien wel mee te maken? Ik weet zeker dat zeker mensen die op zoek zijn naar een baan eerst gaan kijken wat zijn leuke werkgevers. Ja. En daar zitten wij wel dan in het lijstje. Ja, Mark-Peter, gebruik je dan bijvoorbeeld ook, of gebruiken jullie ook dan bijvoorbeeld die prijs om mensen over de streep te trekken? Nou, dat valt nog best mee. Of heb je die nodig? Nou, waar wij mee zitten is mensen die onze collega's stralen zelf uit dat ze op een goede werkplek zitten. Ik ben zelf bijvoorbeeld als klant binnenkomen lopen bij Visie. En het sprak me zo aan, hè, de cultuur, hoe mensen met elkaar omgingen. Ik was toen freelancer, echt niet meer van plan om voor een baas te gaan werken. Hebben we trouwens ook niet, we zijn zelfsturend. Ja, maar ik heb me daaraan verbonden, omdat ik erin geloofde. En zo zie je bij ons dat de helft van de mensen zo ongeveer op aanbeveling van collega's binnenkomen. Een kwart was klant, zoals ik. En de andere kwart heeft gelezen over Visie en inderdaad dat we een goede werkgever zijn, et cetera. Ja. Maar alleen op die prijs varen we niet. Nee, nee, maar wel heel mooi voor. Jij bent echt een praktijkvoorbeeld van dat je dus op een andere manier in een bedrijf kan komen. Exact. En en dan merk je ook dat goed werkgeverschap verder gaat
dan een pingpongtafel of dan een zitzak of dan een duurzame koffiebar. En dan moet je echt gaan nadenken over, ja, wat zoeken mensen nou echt in werk en in een werkgever? En dan kom je En ik denk ook wat jij zegt. Wij zeggen ook, hè, morgen als de sportzaal dicht gaat of de masseur er niet meer is, dan gaan er echt niet mensen stoppen bij AFAS. Ja. Alleen het vertrouwen en de cultuur die je hebt, die is fundamenteel voor hoe je bent als werkgever. Exact. En daar kiezen mensen voor. Ja. En nou ja, jij bent als voorbeeld binnenkomen lopen bij Visie. Ik ben begonnen op support. Bij ons starten ook alle mensen op support. Om het bedrijf echt te leren kennen. Eerst product leren kennen, ja. Dan daarvan naar hem doorgroeien. En dat zorgt dus ook voor dat mensen goed het product kennen. Maar ook de cultuur, ook de mensen die binnen het bedrijf werken. En we geloven er minder in om externe op die plekken aan te nemen. Ja. Ja, heel herkenbaar. Hetzelfde soort route hebben wij. En je komt er gedurende de tijd ook achter dat wat mensen echt zoeken is zelf achter het stuur kunnen zitten. Hè, zelf bepalen welke kant je op wil. Zelf beslissingen nemen. Maar ook zelfontwikkeling. Dus een betere versie van jezelf worden. We hebben bijvoorbeeld geen opleidingsbudget. We zeggen, laat de teams lekker zelf uitzoeken wanneer wie welke opleiding doet. Ja, dus daar is niet een vast budget of een vaste pad wat je moet doorlopen. Dus die dingen zijn heel belangrijk. En dat gaat dus verder dan de, wat wij noemen, de gadgets. Hè? Ja. Die moet je ook wel hebben. Maar als het er echt op aankomt, gaat het om andere dingen. Ja, ja. Straks gaan we het hebben over het werkgeluk van het personeel, van jullie collega's. Nou, bij ons dus twee bedrijven die gekozen zijn tot beste werkgever van Europa. Maar hoe houden ze, moet ik zeggen, precies het personeel ook tevreden? En is dat meer dan alleen trefballen met de klant? Daar komt hij weer. Je hoort het zo. Luister in de Week van de Ondernemer van 15 tot en met 20 november. Vanaf 10 uur naar de Week van de Ondernemer live op Nieuw Business Radio. Presentator Jelle Maasbach ontvangt in de studio topondernemers, innovatieve start-ups. Je hoort reportages met ondernemers in het land en natuurlijk het laatste nieuws. Hoe staat de start-up sector ervoor in ons land? En wat zijn de plannen voor de komende tijd? 15 tot en met 20 november. Tussen 10 en 12 op Nieuw Business Radio. De Week van de Ondernemer op Nieuw Business Radio wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. De CRM-oplossing voor ondernemers en het MKB. Hoe zorgt jouw organisatie voor impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo zorgen zij voor winst op alle vlakken. Elke vrijdag van 2 tot 3 hoor je Impact. Op Nieuw Business Radio. Met leiders en experts over duurzaamheid, MVO, circulaire economie en natuurlijk Impact. Presentatie Glenn van der Burg. Dit programma is terug te beluisteren via newbusinessradio.nl of via podcastkanalen als Spotify, Juke of Apple Podcast. Dit is de Week van de Ondernemer. Nog steeds bij mij in de studio, Britt Breuren van AFAS en Mark-Peter Pijper van Visie Hypotheek. En gewoon nog een keer leuk om te zeggen, beide bedrijven zijn in de prijzen gevallen. Ze zijn namelijk gekozen tot Best Workplaces en dat is een prestigieuze Europese prijs. AFAS won in de categorie minder grote bedrijven, Visie Hypotheek in de categorie kleine bedrijven. En jullie gaan binnenkort ook gewoon voor die andere prijs, hè? Middel grote bedrijven. Klopt, we groeien gestaag door. Ja, ja, ja. Heel mooi. Personeel vinden, daar hadden we het net over. Dat is lastig, maar ze behouden misschien nog wel meer. Daar zijn jullie denk ik wel druk mee bezig. Of misschien zou je kunnen zeggen, ze hebben het allemaal zo naar hun zin. Het hoeft niet meer. Om met jou te beginnen, Mark-Peter. Hoe doen jullie dat? Toch zorgen dat het personeel bij je blijft? Nou, weer terug naar autonomie en zelfontwikkeling. En uiteindelijk ook verbonden voelen met het grote geheel. Autonomie, wat ik net al een beetje zei. We zijn een zelfsturende organisatie. Mm-hmm. We gebruiken Holacracy, dat is een organisatiemodel, zonder directeuren of managers. Want als het op aankomt, wil niemand gemicromanaged worden eigenlijk. Nee. Dus je ziet teams die heel veel besluiten zelf nemen. Nemen zelf bijvoorbeeld mensen aan. Kunnen meedenken over ons salarismodel, dat volledig transparant is. Mensen in hetzelfde vakgebied krijgen altijd dezelfde salarisverhoging. Net als iedereen anders. Want als je erover nadenkt, is het eigenlijk heel gek dat je over salaris zou moeten onderhandelen. En dan heb je altijd de arrogante mannen die meer verdienen dan de introverte vrouwen. Dat is nou eenmaal zo. Nou, dat vinden wij niet eerlijk. Die gender gap is niet aanwezig bij Visie Hypotheken. Nee, goed. Dus wij zeggen iedereen in hetzelfde vakgebied, zelfde salarisstijging. En dan is het aan de teams om het werk te verdelen. Ja. En wij werken niet met functies, maar in rollen die de teams zelf bedenken. Dus dat maakt het dat mensen, ja, eigenlijk heel eenvoudig zelf achter het stuur kunnen zitten. Nou, en dat vinden ze prettig.
Dat vind ik zelf ook prettig. Ja. Dus daarom werk ik er ook al 6 jaar. Nou, als ik naar je verhaal luister, dan denk ik, zo zou het moeten zijn. Om dat eerste gedeelte van jou eruit te pikken, dat micromanager. Ik heb in heel veel bedrijven gewerkt. En er was altijd een manager die je dan nog om 10 of 11 uur 's avonds een Slack ging sturen. Of een appje van, er staat een punt aan verkeerd in het artikel. Of denk je morgen nog daaraan. Is Nederland daar wel klaar voor? Ik heb natuurlijk, moet ik er wel eerlijk bij zeggen, voornamelijk bij mediabedrijven gewerkt. Nu voor mezelf begonnen, maar is dat niet ook iets Nederlands dat je toch heet dat micro gemanaged houdt, dat managers willen blijven managen? Nou, eigenlijk als je even een beetje in de geschiedenis gaat, de traditionele management hiërarchie, hè, het harkmodelletje, komt eigenlijk niet uit Nederland. Dat komt uit Amerika overwaaien. En dat is heel erg gepusht door de Anglo-Saxische cultuur. Van controle, van command en control. Maar aan deze kant van de plassen in Europa zijn we eigenlijk veel meer van het zelfsturende, autonome mensen. En eigenlijk is de voedingsbodem daarvoor in Nederland eigenlijk hartstikke goed. Alleen we zitten vaak een beetje te vast in de systemen die er al heel lang zijn. Ja, vastgeroest in het Amerikaanse. Ja. Maar jullie zetten echt in op het autonome, het zelfsturende. Britt, hoe doen jullie dat om personeel gelukkig te houden? Ja, dat is ook weer op zich een moeilijke vraag. Want ik denk op heel veel manieren. Het begint bij ons ook met dat vertrouwen. Hè? Dus we hebben 5 jaar geleden ook. Wij waren toch nog een bedrijf dat een handboek had. Nou, hoe groter je wordt, hoe logger dat vaak wordt. Dat hebben we niet meer. Er is nog 1 regel. En dat is werk met gezond verstand in het belang van AFAS. En ook door mensen te vertrouwen, ze de mogelijkheid geven om door te groeien, ze ontwikkelmogelijkheden te geven, maar vooral ook heel erg in te zetten op verbinding en ook gezelligheid. Dus ook, het is vaak in het bedrijfsleven zo serieus. Wij hebben eigenlijk als woord liefde, hè? Liefde hoor je zo weinig in het bedrijfsleven. Terwijl uiteindelijk waar het echt om gaat, is oprechte aandacht en liefde voor die medewerker. En ja, dat woord komt in de boardroom niet zo heel vaak voor. Nee. Alleen, ik denk dat het cruciaal is om mensen te snappen, om te weten wat ze willen, maar ook om ze daarbij te kunnen helpen en dat ook te geven. En ik denk dat je dan ook wel een cultuur creëert waar mensen graag bij willen horen, waar ze trots op zijn. En uiteindelijk, wij hebben ook verloop. En dat is ook soms heel goed. Ons verloop is 7%, 8% per jaar. Maar dat zorgt er ook weer voor dat andere kansen krijgen binnen het bedrijf, waar ze naartoe kunnen doorgroeien. Dus kansen geven aan mensen en vertrouwen. Ja. Kansen, vertrouwen. Is werkgeluk, is dat meetbaar? Nou, waar ik net wel op aanhaakte trouwens. En dat is ook om dingen simpel te houden. Hè? Geen grote handboeken. Vaak zie je bedrijven met kernwaardes. Heb je helemaal geen zin in als... En als je iemand willekeurig op de gang aanspreekt, dan komt hij niet verder dan 4 van de 10. Laat staan dat hij ze leeft. Nee. Nou, en het begint er ook al vaak mee dat de kernwaarden bedacht worden vanuit de directie. Vanuit terwijl afstand, de medewerker denkt, zo zie ik dit bedrijf totaal niet. Dus we hebben alles eigenlijk in 1 regel samengevat. En dat is onze gouden regel. Als dingen moeilijk worden of als je besluiten moet nemen waar je niet helemaal uitkomt, dan is er 1 regel. En dan zeggen we, behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden. En daarmee los je eigenlijk bijna alles al wel op. Ja. En heb je geen handboeken voor nodig. En die handboeken focussen zich vaak op die 1% die zich niet weten gedragen. Ja. Terwijl je juist de focus wil leggen op die 99% die heel goed snapt. En dat vertrouwen ook gewoon goed mee omgaat. Exact. Dus waarom focus op die 1%? We hebben dat echt losgelaten. Ja. Losgelaten. Britt, je had het net over die 1300 sollicitanten. Ja. Al die gesprekken die jullie met die mensen voeren. Daar zitten natuurlijk ook wat jonge mensen tussen. Ik probeer met mijn 32 jaar nog mee te komen met die nieuwe generatie, zeg maar. Is het ook wat ik om me heen hoor, nu steeds meer een ding dat mensen zeggen, ik heb veel liever een leuke club. Dus waar jullie goed in zijn, hè? Fijne collega's, betere verdeling werk-privé dan dat grote salaris. Is dat ook iets wat jullie... Ik denk dat voor iedereen toch eigenlijk stiekem wel geldt. Hè? Dus niet alleen voor de jongeren. Ik denk alleen dat voor de jongere groep wel zingeving, waar zet het bedrijf zich echt voor in? En is het een leuke werkgever? Ik denk dat het wel steeds belangrijker wordt. Ik vind salarissen moeten goed zijn. Maar het is uiteindelijk niet de drijfveer waarom mensen uiteindelijk beslissen om bij je te komen werken. Dus het hoeft elkaar ook niet uit te sluiten. Hè? Goed salaris en bij een goed bedrijf. Want ik denk gewoon dat een goed salaris ook bij, laat ik zeggen, het pakket hoort. Ja.
Maar ik heb bijvoorbeeld vrienden om me heen. Ik heb zelfs een vader die zegt van nou, ik ga wel voor dat grote salaris. Ik vind het totaal niet leuk het werk dat ik doe, maar dat vergeet ik. Maar goed, nee. Dat zijn echt en boomers die we... Niet. Wij doen het ook niet. Hè? Dus als wij zijn op zoek naar mensen en iemand zegt ik wil wel komen werken, maar ik wil meer verdienen. Ja. Dan zeggen we ga lekker bij de concurrent werken. Ja, dan weet je al red flag. Niet doen. Ja, en dat is ook het voordeel aan ons transparante salarismodel. Sollicitanten krijgen in het eerste gesprek al te horen wat ze gaan verdienen. Ja. Want dan heb je dat thema gewoon gehad. Ja. En dan kunnen ze ja of nee zeggen. En dan kun je daarna over de echt belangrijke dingen. Maar meestal krijg je het niet in het eerste gesprek te horen. Dan ben je al eigenlijk helemaal bijna bij de finish. En dan zegt iemand, dit is je salaris. En dan komt die teleurstelling. Of je moet gaan onderhandelen. Ja. En dat hebben we net geleerd. Dat hoeft niet bij visie. Je krijgt allemaal dezelfde salarisverhoging. Ja, dat is gewoon niet eerlijk. Ja. Zo zou het eigenlijk moeten gaan. Iedereen. Dit klinkt natuurlijk mooi. Hè? Het werkgeluk. Jullie doen het voor jullie werknemers. Maar ik kan me ook voorstellen dat het uiteindelijk ook jullie als werkgever helpt. Dat het bijdraagt aan het bedrijfsresultaat. Dus dat het goed is voor het bedrijf. Is dat te meten? Dus hoe gelukkiger de werknemer is, hoe beter het financieel gaat? Ik denk dat je als uitgangspunt gewoon moet hebben dat je als mensen met elkaar omgaat. Hè? Onze gouden regel. Mm-hmm. Ja. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden. Dat is het allerbelangrijkste. En bedrijfsresultaat is inderdaad het resultaat. Hè? En voor ons is dat handig omdat we dan meer impact kunnen maken. Hè? We willen die financiële sector ook een beetje gezonder maken. Dus dan is het handig als je groeit. Als je het dan uiteindelijk wil meten. Ja, dan moet je kijken naar de duizenden reviews die klanten bij ons achterlaten. Ja. En daar hebben we 9,8. Dus ja. Een 9,8? Ja. Dat zijn cijfers die ik nog nooit op school heb gehaald. En die, nee. Dat is wel netjes. Dus daar zijn we best trots op, ja. En ook tijdens de coronacrisis. Ja, elke dag gaat het erover. Maar toch, het heeft ook heel veel invloed gehad op je werknemers. Als bedrijf ook lastig. Hoe vraag je niet te veel van mensen? Mensen krijgen elke keer mentale tik door gedeeltelijke lockdowns of andere coronamaatregelen. Begin ik bij jou, Britt. Hoe zijn jullie die afgelopen anderhalf jaar doorgekomen? Want het vraagt weer extra aandacht. Zeker, zeker. En wij hebben ook wel vanaf moment 1 gezegd, dat werk gaat wel door. Want we kwamen er wel vrij snel achter. Een programmeur kan thuis ontwikkelen. Een consultant kan online implementeren. Een sales kan online verkopen. Maar wat ons uniek maakt is die verbinding. En hoe houden we mensen op de hoogte van wat er allemaal gebeurt? En daar hebben we eigenlijk vanaf moment 1 hebben we daar van alles voor in het leven geroepen. Live events via Teams, de break in de week, kerstpakketten, drive-thru, random coffee calls. Nou, van alles en nog wat. Om ook juist die verbinding te organiseren. En dat is het afgelopen jaar, denk ik, heeft dat tot heel veel innovatie geleid. In de zin van, we hebben weer na moeten denken over hoe je online ook die verbinding houdt. En hoe je ook online verhalen blijft delen. En hoe je ook online voor betrokkenheid blijft zorgen. En dat zorgt weer voor nieuwe dingen. Hebben jullie dat gedaan, Mark Peter? Ja, het is natuurlijk een heel spectrum van collega's. De een die verpiet het helemaal. En woonomstandigheden zijn ook verschillend natuurlijk van mensen. Dus op een gegeven moment hebben we ook gezegd, bij de maatregelen werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Hebben we dat tenzij het echt niet anders kan ook iets breder getrokken. En gezegd van ja, maar wie heeft het ook echt gewoon nodig om corona-proof op kantoor te zitten. Dus daar hebben we af en toe gezegd van ja, dit is wel echt nodig. Ja. Terwijl het werk zelf het niet noodzakelijk maakt. Maar voor de mens zelf was het nodig. Ja. Wat ik net al zei, extra kantoren geopend, zodat je niet in het OV hoeft als mensen zich daar niet prettig bij voelen en toch naar kantoor zouden kunnen. Dus die dingen. Ja, om toch het leven een beetje in corona een beetje makkelijker te maken. En tot slot, ik wil jullie het liefst gewoon nog een paar uur houden, maar we gaan richting het einde van het gesprek. Er luisteren nu ondernemers en die denken, dat zit wel wat, er zit heel wat in hun verhaal, maar hoe ga ik dat dan voor mijn personeel doen? Britt, als je tips mag geven, hoe zorg je andere bedrijven ervoor, andere ondernemers die nu luisteren, dat ze ook misschien wel net zo hoog als jullie komen in die ranking? Nou, eerst stoppen met het woord personeel. Het zijn collega's. Collega's, medewerkers. Ja. En daarnaast toch wel kijken van hoe. Er zijn zoveel dingen die je vanuit als werkgever doet, die toch te maken hebben met wantrouwen. En voor mij begint wel echt met. Wij zeggen altijd: AFAS medewerkers deugen. Alle medewerkers die bij ons binnenkomen, die hebben een hele procedure doorlopen. Daar waren we allemaal enthousiast over. Dus we mogen er dan toch ook wel van uitgaan dat als ze bij ons binnenkomen, dat ze deugen.
En dat is wel een andere mindset. Want vaak gaan we toch ook wel uit van... mensen lopen misschien de kantjes eraf. Mm-hmm. Doen toch misschien niet helemaal met de juiste intentie. En die omslag is wat mij betreft wel cruciaal... om een toffe werkgever te zijn. Ja, vertrouwen geven dus. Ja. Aan je collega's, niet aan je personeel. Nee. Slotwoorden voor jou. Ja, bijna om een puntje aan te zuigen. Heel goed. ik moet altijd denken aan de uitdrukking... hire great people, then get out of their way. Dus laat ze dan daarna gewoon hun werk doen. Ja. En haal dus alle obstakels weg... om die intrinsieke motivatie die mensen hebben als ze komen werken... om die te behouden. Want vaak zijn al die controlemechanismen... en dan sloop je alle motivatie eruit. En creativiteit. Ja, precies. Ik denk dat samengevat... de conclusie is. Mooi. Dank beiden.